Goedemiddag meneer. Wie bent u? Ik ben Peter. Ik was gisteren nog, verkocht ik nog brood. En vandaag ga ik een dakraampje proberen erin te zetten. Kijken of het lukt. En u hebt hoogtevrees, zegt u nu? Ja, ik heb een beetje hoogtevrees. Dat is wel een heel rare baan wat u uitgekozen hebt. Ja, in principe niet. Ik kijk altijd naar het dak of naar de horizon, dus dan zie ik de hoogte niet, de diepte niet. Oké. Dus eigenlijk kan je beter stellen, ik heb dieptevrees dan hoogtevrees. Ah, oké. Nou, dat is goed, want ik vind het wel grappig om te interviewen iemand die hoogtevrees en dit werk doet. Ja. Ja, maar welke hogerop in het bedrijf kan ik niet, dat klopt. Nee, op deze manier kunt u wel hogerop komen. Ja, dit is de hoogste positie in het bedrijf bij ons. Oké. Of er moet iemand zijn die nu op 4 hoog werkt, die zit dan in een hogere positie dan ik. Maar op het moment ben ik de hoogste, denk ik. En vindt u leuk werk? Het is hartstikke leuk werk. Wij komen elke dag bij andere mensen thuis. Oké. Dus dat is altijd heel gezellig. Zoals gekke mensen als deze, mevrouw. Nou, nog veel gekker. En nog veel gekker. Maar ik heb kramp in mijn linkerarm. Niet laten vallen. Dus ik ga naar binnen. Ja. Werk ze. Ik kom een sapje mijn koekje drinken. Doei. Doei. Wilt u nog tegen de mensen thuis zeggen? Ja. Gewoon altijd als u nu dakraam wilt, gewoon goedkoopdakraam.nl. Is dat uw bedrijf? Nee, maar dan werk ik. Dan hou ik ook een beetje werk. Nou, zeg het maar heel duidelijk een keertje. Goedkoopdakraam.nl. Oké. Ook in Indonesië kunnen we dakramen zetten. Dan moet u in Bahasa Indonesië doen. Ja, gezellig. Saya. Saya. Bisa. Kiza. Memperbaiki. Memperbaiki. Atap rumahmu. Atap rumahmu. Je dakraam. Dakraam. Ja. Bellen, Indonesië. Hè? Telefoon, hè? Oh, je kunt altijd bellen. Oké. Okay. Dada. Dada. Sampai jumpa. Doei. Zo, dat gaat aardig snel, meneer. Ja, maar meneer, je hebt het iets vaker gedaan dan ik. Dit zal raam 3000 ongeveer zijn, denk ik. Oké, dat is van mijn werkkamertje, hè? Zometeen. Dan ga ik leren graag met plezier leren. Ja. Met heel veel licht. Veel daglicht en veel zonlicht. Oké. Ik zou niet storen. Dat mag wel, want ik heb vroeger altijd geleerd praten en breien tegelijk. Oké. Dat zei mijn moeder altijd vroeger. Dus ja. En leeft ze nog? Ja. Oké. Volop. Die gaan volgende week naar Griekenland volgens mij. Op vakantie. Okay. Gaat die oezo drinken daar? Dus oezo drinken. Borden kapot gooien. Benidorm Bastard. Benidorm Bastard, ja.